Het is een van de grootste wedstrijden in het seizoen in het ijshockey. Het is niet zomaar een finale, het is de finale tussen de twee beste ploegen van dit moment. De ene is Den Haag, die hier in Den Haag eigenlijk een soort van thuiswedstrijd speelt. Den Haag heeft natuurlijk ook het voordeel dat het in eigen huis speelt. Maar of dat genoeg zal zijn om het geslepen Heerenveen te gaan verslaan, dat is nog maar de vraag. Goedemiddag, u bent terug bij Studio Sport. Het laatste uur beginnen we met de bekerfinale bij het ijshockey tussen Den Haag en Heerenveen. Jeroen Gruter. Hij is Den Haag in het wit. Younis Flyers uit Heerenveen in het blauw. Ja, het been van Doelman Schotel naast. Dan Demeline nog een keer. Limnel probeert het nog een keer. Druk nu plotseling van Heerenveen. Bezjak goed gespeeld. En de goal van Tony Demeline. De Heerenveen Flyers op voorsprong. Nu de kans om eruit te komen. 3-2. Situatie nu voor Den Haag met Oosterveld. Die schiet en scoort. De gelijkmaker van Heijs. Van de Schuit, nou, goed paasje. En meteen wordt het doel van Itzega onder vuur genomen door Pataki. Pataki nog eens met een uithaal en een derde kans. Hij doet het zo! Doelpunt voor Heijs Den Haag met Raymond van der Schuit. Ja, wie anders dan Van der Schuit die hier scoort. Tegenstoot Den Haag, goal! Goal voor Heijs, gemaakt door Alan van Bentum. De turnover leidt tot een goal. Eiland en Lindel proberen het op te lossen, maar dat gaat voorlopig niet. Wel is er nu een overtreding gemaakt. En gaat het helemaal los op het ijs. Ja, het werd al wat grimmiger, maar nu explodeert het. Van de Schuit naar Melisand. Smit. Smit naar buiten toe, naar links. Hier is Melisand. Dekkend paasje, maar die inzet komt precies in de hoek waar Itzega zich al bevond. Melisand nog een keer. 4-1 voor Heijs Den Haag. Met de treffer, de tweede van Alan van Bentum. Kick. Schot van afstand en daar is de 5-1. Steeds van Bentum. Ja, dit tekende zich natuurlijk al af. Ongelooflijk goede powerplay van Den Haag. Heerenveen zal blij zijn als het deze powerplay, beter gezegd deze penalty kill afsluit met de stand die nu op het bord staat. Maar dat is niet het geval. Want daar glijdt Itzega over de puck heen. Dan staat het nu zelfs 6-1. Wat een afslachting nu. Van Bentum. Dit keer van links naar rechts. En de goal. Schönin met de 7-1. Het wordt een historische middag hoor, hier in Den Haag. Het wordt de derde bekerzege voor Heijs. Spannend was het vooral in de eerste periode. In de tweede periode creëerde Heijs een gat, mede door die straffen die Heerenveen opliep. En nu kan de confetti de lucht in. Eerst Chris Eimers, trots en tevreden. Hij maakt van Heijs de bekerwinnaar in 2018. En dat is volkomen verdiend. Op het moment dat het moest, stond Heijs er. En daar is de beker voor Ellen van Bentum.
Vandaag was het uiteindelijk zover. De finale om het landskampioenschap tussen IJshockey Den Haag en de Younis Flyers. Ploegen aftastend, paar kleine kansen aan beide zijden. Einde eerste periode, nog steeds 0-0. Tweede periode, powerplay is overweer, kansen werden groter. Hier een klein opstootje met Van Musser en Turcotte. Beide mannen mogen dan de strafbank opzoeken en daardoor ruimte op het ijs. Hier de uitbraak van Ronald Wurm, alleen af op Fabian Schotel. Maar Fabian Schotel, vandaag een heer en meester in de kooi bij Den Haag. Maar dan, vroeg in de derde periode, ongeveer 5 minuten gespeeld. Powerplay voor IJshockey. Puck wordt voor de goal gebracht door Ellen van Bentum. Dan de rebound van Marco Bommezijn. En hij scoort dan op de powerplay. De bevrijdende 1-0 voor IJshockey Den Haag. Vroeger waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. En dan die laatste seconden met de time-out van Mike Mason die dan de mannen op scherp zet. Sjoerd Itzega verdwijnt dan van het ijs. En dan die face-off. En dan komt er nog één grote kans. Eén grote kans om de gelijkmaker te maken. Komt die kansen. Dan bij de tweede paal gezocht. En daar een wereldzee van Fabian Schotel. En dan zit de tijd erop. En dan is IJshockey landskampioen. Zak. Schiet de puck door. Postma erachteraan. En de save van Schotel. Van Oeveren. Nijland. 2-1. Met Sjodin. Oh, hij zit erin. Aan de zijkant van de goal. Lekker op het blad van de schuit. Oosterveld. Ja! Daar zit hij erin hoor. 1-1. Met 2 minuten 1 op de klok. Als alles verloren lijkt, blijft hij toch in leven in deze game. Nu dus shootout. Eerste penalty wordt genomen door Jeffrey Melisand voor Den Haag. En die zit erin. 1-0 voor Den Haag. Adam Bezak rijdt in. Oh, weer door de stokken van Fabian Schotel. Adam Bezak brengt de score op 3-3. Olivier Pataak. Links in de hoek. En het staat 4-3. En dan. Oud-highspeler Ronald Wurm. Spannend. En hij heeft hem. Hij
point. Fans van Heijs Den Haag zijn massaal meegereisd naar Friesland. 5 bussen vol en ook nog veel mensen op eigen vervoer. Hier de eerste kans voor Heijs en de grote ook. Maar via doelman Itzega gaat de inzet van Pataki over het doel. Heijs Den Haag begon het seizoen als outsider. Maar groeide gedurende het seizoen uit tot de grote favoriet. Het won al de beker, het won al de Final Four, zeg maar het nationaal kampioenschap. En staat nu dus op voorsprong, kan het gaan beslissen. Maar hier is de uitbraak van Heerenveen. De Flyers met de kans voor Brent Jansen. Maar een prima reactie van doelman Fabian Schoot. Den Haag nauwelijks te kloppen. Dat is vrij zelden gebeurd in dit seizoen. Met opnieuw een mogelijkheid voor de Slovaak Pataki. Maar voorlopig is Itzega niet te kloppen tussen de pijpen bij Heerenveen. Den Haag de betere ploeg in de eerste 20 minuten en dan de overname van Heijs met een goede paas op Van der Schuit die kan uithalen en scoren. In de lange hoek de puck. Raymond van der Schuit die het ene na het andere doelpunt maakte dit seizoen met een heel belangrijke, want hij zet Heijs op voorsprong. En dat is een enorme klap voor Heerenveen. Je moet de ploeg van coach Mike Nason snel te boven komen. Maar Den Haag heeft de puck alweer te pakken. En hier is de vrije schietkans voor Britstra. Redding Itzega. Volgende redding van Itzega. Maar hier is hij kansloos op de inzet van Allan van Bentum. En binnen de kortste keren staat Den Haag met 2-0 voor. Heerenveen probeert het natuurlijk nog wel. Verspeelt hier de puck en dan de tegenstoot van Heijs. Van Bentum kijkt. Vindt hier Smit. Goeie paas. Uitstekende paas. En de one-timer van Pataki. En dan wordt de tijd ook een tegenstander voor Heerenveen. Wordt de ploeg vermoeid. Wordt hier de puck verspeeld. En dat wordt genadeloos afgestraft door Ellen van Bentum. Die zijn tweede van de wedstrijd maakt. En dan is het diep in de derde periode beslist. Staat het 4-1 voor Heijs. En is de treble aanstaande. In de laatste seconde van de wedstrijd. Itzega uit zijn doel. De ultieme poging natuurlijk om nog iets te maken van de wedstrijd. Maar opnieuw wordt de puck verspeeld. Van dichtbij binnengeschoven door Melisand. Heijs Den Haag ontroont Heerenveen Flyers op niet mis te verstaande wijze. Daarmee heeft Den Haag alle prijzen van dit seizoen te pakken. We are not.